Leven staat op. Goedemorgen, 6 minuten over 9, welkom. Begin op de A4 Amsterdam Delft. En dan gaan wij naar de andere kant van de studio, want daar vanochtend bij ons de gast Rilan. Of Rilan, ik ben heel erg geneigd om de naam Engels uit te spreken, maar het is gewoon Nederlands. Rilan en de Bombardiers. Net al eventjes een uitvoering van Starships van jullie gehoord. Mm-hmm. Die werd positief ontvangen door onze luisteraars. Oh, te gek. Wanneer die uitkomt is de vraag. Zo snel mogelijk. Hey, wat gaan jullie voor ons spelen nu? We gaan ons single spelen, Happy Jack. En die is wel uit op dit moment, Happy Jack. Yes. Rilan en de Bombardiers in Evers daarop. Mr. Jack, I need you. Every time you call me when I'm feeling blue, I've been hustling to satisfy my needs. And don't you worry about my business, it'll fix a guarantee. But I've been lying. Man, hè? Dat is, en dames overigens ook hier op de gang. Dat is, jullie zijn tweeling volgens mij, hè? Dat zijn de achtergrondzangeressen. Yep. Dat, een van de twee is jouw vriendin, toch? Ja, dat klopt. Welke? Een van de twee. Ik kan niet door de muren heen zien, Tim. Nee, oh ja, tuurlijk. Dat is waar. Je ziet ze niet staan. Maar ik denk, ja, nee. Ze lijken zo op elkaar. Ik vind het knap dat ze aan elkaar kunnen houden. Ja, heb jij goed bekeken? Maar wat ik me wel altijd afvraag dan, als een van de twee vriendinnen is, waarom de een en niet de ander als het een tweeling is? Ja, dat is een hele goede vraag. Dan mag jij eventjes ongeveer een half uurtje over nagedenken. Dan wil ik zo meteen het antwoord in het diepte-interview. Oké, top.